Beste mensen, de stembussen zijn open en de keuze is nu aan u. En ik snap heel goed dat door corona uw hoofd misschien wat minder naar verkiezingen staat dan in andere jaren. Maar uw keuze is belangrijk. De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk dat er veel is scheefgegroeid in ons land. Er is te veel verdeeldheid en de ongelijkheid is groot. Een fijne woning, werk voor een fatsoenlijk salaris, een steuntje in de rug als je dat nodig hebt. Het is voor te veel Nederlanders onzeker geworden. Dat moet anders. Onze toekomst kan echt zoveel eerlijker. En dus gaat het er nu om welke keuzes we maken bij deze verkiezingen. De Partij van de Arbeid wil dat ons land vooruit gaat. Dat we ongelijkheid aanpakken. Dat we de economie weer tot bloei laten komen en de winst eerlijk delen. De regeringspartijen VVD, CDA en D66 zijn vlak voor de verkiezingen met plannen gekomen over het onderwijs, de woningbouw en het klimaat. Maar ik zou willen zeggen, trap er niet in. De waarheid is namelijk dat we de afgelopen 4 jaar de grootste onderwijsstakingen in de Nederlandse geschiedenis hadden. Het lerarentekort was nog nooit zo groot. En de woningnood is gestegen tot 300.000 huizen. En de rechter moest eraan te pas komen om het kabinet op de vingers te tikken over het klimaatbeleid, omdat geen enkele doelstelling gehaald wordt. Tijdens de afgelopen kabinetsperiode kregen de multinationals cadeaus en nam het aantal dakloze mensen toe. Onder Rutte, Hoekstra, Kaag en Segers werden de rijken rijker en de armen armer. En de VVD wil de komende jaren de ongelijkheid nog meer vergroten. De VVD van Mark Rutte wil honderden miljoenen bezuinigen op de huurtoeslag, op de zorgtoeslag, de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een handicap. De VVD wil de uitkeringen voor 4 jaar bevriezen. En in de plannen van de VVD gaat het collegegeld voor studenten omhoog en wordt er bezuinigd op het hoger onderwijs. Het CDA van Wopke Hoekstra wil in de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog de uitkeringen uitkleden en de rechten van werknemers afpakken. Het CDA bezuinigt 600 miljoen euro op de WW. Mensen die werkloos worden gaan dan na 1 jaar de bijstand in. Het ontslagrecht wordt versoepeld en het minimumloon wordt niet verhoogd. En als je naar de huisartsenpost moet, moet je 25% van de kosten zelf betalen. D66 van Sigrid Kaag schaft de gratis schoolboeken af en vraagt een eigen bijdrage van 5 euro per uur als de wijkverpleegkundige langs moet komen. En ze tasten de zekerheden van huurders aan. En vrouwenrechten zijn bij de ChristenUnie van Gert-Jan Segers niet in goede handen. Als de huidige coalitie een meerderheid haalt, bent u slechter af. Maar er is een alternatief. De Partij van de Arbeid heeft de verzorgingsstaat opgebouwd en dat gaan we weer doen. Wij beschermen de rechten van werknemers. We verhogen het minimumloon en de AOW en we verlagen het eigen risico en de zorgpremie. We pakken huisjesmelkers, speculanten en beleggers aan, zodat er weer betaalbare huizen kunnen worden gebouwd. Wij strijden voor gelijke kansen en tegen onrecht en ongelijkheid. Wij streven naar vooruitgang voor iedereen. En wij geloven wel in een overheid die van ons allemaal is, die voor ons allemaal werkt. De Partij van de Arbeid werkt aan een eerlijke toekomst voor iedereen. Dat is de weg van het gezonde verstand. En ik ben ervan overtuigd dat u dat met me eens bent. Wij vinden het gezond verstand om multinationals, miljonairs en de grote vervuilers meer belasting te laten betalen. Waardoor we meer geld hebben voor liefdevolle zorg, een betaalbare woning, werk voor een fatsoenlijk salaris, het beste onderwijs voor onze kinderen en een leefbare planeet. En het mooie is, met onze plannen komen er meer banen, stijgt de koopkracht, groeit de economie. Dat is bouwen aan een samenleving waarin iedereen vooruit kan komen. Dat is eerlijk en fatsoenlijk. En aan u de keuze of wij onze plannen uit kunnen voeren. Als VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een meerderheid halen, gaan ze door op hun heilloze weg. Dus, als u wilt voorkomen dat D66 rechts wederom aan een meerderheid helpt, moet u Partij van de Arbeid stemmen. Als u wilt dat wij ons plan kunnen uitvoeren, moet u Partij van de Arbeid stemmen. Alleen met een stem op de Partij van de Arbeid kunt u het volgende kabinet socialer maken. Ik vind het belangrijk om u dit te zeggen, want uw keuze maakt het verschil.
Ik ben de politiek ingegaan om te veranderen wat niet deugt. En dat is wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. En dat is wat ik de komende jaren zal doen. Ik weet wat er leeft in Nederland, in de dorpen en in de steden. En ik zal voor u opkomen. Mijn ouders gaven me mee, je bent niet meer, maar ook niet minder dan een ander. En daarom zal ik altijd blijven zeggen waar het op staat. Samen kunnen we zorgen voor grote verandering. Wij kunnen er nu voor zorgen dat de volgende regering socialer en eerlijker wordt. Zodat we er allemaal op vooruit gaan. Geloof me, het kan. Samen krijgen we het voor elkaar. En daarom hoop ik dat u uw stem aan mij wilt toevertrouwen. Stem vandaag, morgen of woensdag, Partij van de Arbeid.